What's up, gasten? Skillman VVZ hier met vandaag de nieuwe episode van Online Soccer Manager. Episode nummer 2, alweer met super VVZ natuurlijk. De eerste wedstrijd is gespeeld, dus daar gaan we gelijk naar kijken. En dat doen we via het scorebord, tenminste als die mee wilde werken. Dit is de opstelling van mijn tegenstander Eend Boys van vandaag. Iturbe in de spits. Enige spits met Andersen, Condokbia daarvoor natuurlijk. Cristante Neves en Otavio zie je daarvoor staan. Of daar in de verdediging natuurlijk. Kader staat in de verdediging samen met Ricky Jiménez, Amarté en Doest in de goal. Mijn opstelling ziet er zo uit: Lamela staat bij mij als enige in de spits. Holby en Herman daarvoor. Suarez tegen Junior Melanda. En Claudemir met z'n drie op het middenveld dan nog. Durham, Ginter, Laporte en Moreno vormen het verdedigende kwartet. En Butland in de goal. Goed, laten we doorgaan. Kijken of hij het gaat doen. Ik zet het geluid uit hiervan. Sorry als je het geluid had willen horen. Maar het is niet heel veel bijzonders. De eerste wedstrijd staat op het punt om te beginnen. Hiernaast zie je trouwens alle andere wedstrijden: Een Durp is Thomas. FC Jasper speelt mee. Dat is de gamer Jasper Victor Fischer, die speelt ook mee, dus let ook goed op hoe hij het gaat doen natuurlijk. En Dutch Viva Logic FC, dus kijk goed naar die wedstrijden. Terwijl mijn wedstrijd zich nu voltrekt. De eerste vijf minuten zijn vrij rustig, zoals je hier ziet. Maar er komen kansen, dat beloof ik je vast. Ik ken de uitslag namelijk al. Claudemir staat hier vrij op de linkervleugel. Krijgt de bal vanaf een moeilijke hoek. En hij schiet, maar mist helaas. Claudemir had misschien moeten afleggen. Eerste kans is dus voor ons. Thomas komt al 1-0 voor hier trouwens. Terwijl wij ook een kans krijgen. Pas op 40 meter op de voeten van Lamella. Hij schiet en hij schiet naast, helaas. Slechte poging, geen controle over de bal natuurlijk. Waarom staat Junior Malanda daar zo vrij? Ja, ik vraag het me ook af. Malanda, Malanda, Malanda. En. De bal wordt van de lijn gehaald. Helaas. Echt heel jammer. Victor Vizio komt ondertussen 1-0 achter, helaas. Dat is ook wel balen. Door naar de 30 minuut ondertussen. Ben benieuwd hoe het verder gaat. Iturbe. Kans voor de tegenstander. ai, ja, 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 ja. Bal raakt hij goed. En klem vast voor Badland. Geen probleem natuurlijk. Lekker dan Badland. Goed gekeept. Krijgen een gele kaart voor Moreno. Terwijl Herman vrij voor de keeper staat. En 1 op 1 moet je toch scoren. Hij schiet en hij stopt de bal. Ja, Victor Fusie komt wel op 1-1 ondertussen. Dus Vivologia komt 1-0 voor. Corner voor 1. Boys. Turbe kan inkomen lopen. kopt de bal richting komen. 1-0 achter. En nee, gelukkig niet. Badland ba vangt die bal rustig. Durham krijgt wel een bliksemsnelle counteraanval. Onze linksachter. Kijkt hoe de keeper staat, maar schapt de bal. En die keeper die laat zich verrassen. Door zijn vingers glijden. Goal 1-0. Durum dus in de eerste helft. Tussenstanden zie je hier natuurlijk aan de zijkant. Liranello loopt 4-2 vooral. Goed, tweede helft begint met Herman. Die zet zijn man te kijken. Houdt de bal achter zijn standbeen langs. Zoekt de verre hoek. En scoort hij? Helaas. Geen rendement. Niet gescoord. Jammer. Door met de wedstrijd. Terwijl Dutch Viva Logic FC uitloopt. 3-0 nu ondertussen al. Zoals je daar ziet. Laten we doorgaan. Durp FC scoort nog steeds niet verder. Victor Fiese nog 1-1. Lamella knalt de bal van ver richting de goal. Gaat hij scoren? Door een bizarre draai het schot moet de keeper zich tot het uiterste strekken. En de keeper kan de bal nog net van de lijn slaan. Twee keer van de lijn afgehaald. Dus Lamella een grote kans nu. Suarez met een poging tot koppen voor het doel. Raakt hem hard. En recht in de handen van de keeper. Helaas. Liranello 5-2 voor ondertussen. 2-1 achter Victor Fischer. Herman. Die nu een 1-2 opzet. Alsjeblieft, Herman. Oog in ogen met de keeper. Hij faalt. Ja, helaas. Jammer, maar helaas. Er gebeurt vrij weinig in de tweede helft. Vooral veel kans voor mij. Suarez bijvoorbeeld hier. Probeert het met een lopje. En wat een sublieme meesterlijke goal. 2-0 dus van Mario Suarez. En uh, nou ja, nu krijgt hij nog een kans. Maar deze wedstrijd is toch redelijk gespeeld. Lijkt me. Amarte denkt anders. Maar. Ja, totaal verprutst. Derp FC staat 3-1 voor. Want het is het Thomas, dus. Terwijl Victor Fieser vrij naar achteren gaat. En Dutch Viva Logic 3-0 voor staat. Klaudemier gaat nog even van het veld af. Maar kan je heel vast zeggen dat er niet veel bijzonders meer gaat gebeuren. En dat we de eerste wedstrijd met 2-0 dus winnen. Bekijk de resultaten even heel snel. Dan zien we dat Durem en Soares dus hebben gescoord. Uh, zes corners, veel meer balbezit natuurlijk. En man of the match is Suarez geworden met een 8. Bijna alle spelers hebben een 8 op Moreno na omdat hij geel pakte, een 7. Goed, laten we naar de rest van de wedstrijden gaan. We staan nu 8e. En dat komt natuurlijk omdat er één wedstrijd is gespeeld. Verder moeten we een aantal dingen gaan doen. En we hebben twee oefenwedstrijden aanvragen. We gaan tegen FC Jasper spelen zometeen. Het stadion moeten we eerst eventjes gaan doen. Dus laten we dat maar vast instellen. Het trainingsveld gaan we tra verbeteren natuurlijk. Het trainingsveld trainen. Goed zo, Rick. Kijken wat er verder getraind is. Werner goed getraind. Allemaal goed getraind. Mogen ze allemaal nog een keertje gaan trainen. Goed, we gaan tegen FC Jasper spelen. Uitnodiging, FC Jasper. Accepteer. Yes, uiteraard. We gaan hem simuleren. Kom op, boys. We kunnen dit winnen, ik weet het zeker. En, 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 kom op. 2-1 verloren. Oh, ongelooflijk. Monet, Paquet ook twee keer. Ginter heeft zich wel verbeterd. Junior Malanda scoorde nog. Zonde, uitwedstrijd. Zo, zijn team heeft goed gespeeld. Ongelooflijk. Helaas. We hebben het dus niet kunnen redden tegen FC Jasper zien we nu. uitwedstrijd. Uh, nu kunnen we die andere wedstrijd ook niet accepteren. Ach, oh wat balen. Victor Fischer wel 3-0 tegen Tuvalu gespeeld. Ongelooflijk. Helaas. We hebben niet gewonnen van FC Jasper. Maar dat moet niks in de selectie hebben gekost volgens mij. Nee, eigenlijk niet. Het kost ook geen meer fitness of zoiets. Dus dat scheelt weer. Volgende wedstrijd is tegen de laatste man Alga Braap of zo. In ieder geval, dit is zijn team. Hij heeft ook één keer gescoord met Romao. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe deze wedstrijd gaat spelen. Hoe dit afloopt, zie je natuurlijk morgen in een nieuwe episode van Online Soccer Manager. Mijn naam is Kilmer Verzet. Dank je voor het kijken, het liken, het abonneren en delen. Ik zie je graag de volgende keer terug. Later!